camera erop. Hey, Frans, jij stelt af en toe ook wat vragen, of niet? Zeker, ja. Frank, en jij maakt een co-documentaire. Ja. En jouw documentaire gaat over hetzelfde. Ja. Klooiende mannen. Ja. Wat zeg je? Klooiende mannen. Dat is waar wij allebei nog gefascineerd zijn. Dus, Oké. Nou ja, de paar keer dat ik je heb mogen ontmoeten. Ja. Dat lijkt je een man die heel rustig bij zichzelf kan lijken te zijn. En dat heeft altijd een prettig effect op mij. Ja. En het heeft altijd een gevoel van je kijkt rustig. En het is alsof je het allemaal accepteert, denk ik. Ik hoop dat het in ieder geval iets is dat je als kwaliteit zelf ook hebt. Deze man mag gewoon zijn driften onderzoeken voor zijn werk. Dat is toch perfect? Ja! Hij mag er constant mee bezig zijn. Ja, daar zou ik ook wel rustig van worden. Maar ik zie in jou toch een man die veel meer in verbinding is met zichzelf. Dat is wat ik bij jou zie.